In deze video gaan we twee opgaves maken uit de reader. Dat worden opgave 2 en opgave 4. Op deze manier kan ik illustreren hoe de theorie bij hoe je die toepast bij dit type opgave. Opgave 2 en opgave 4. Ik kies specifiek voor deze twee, omdat je met het principe van deze twee opgaves andere opgaves ook zou moeten kunnen maken uit deze module. Opgave 2, we hebben te maken met een chauffeur van een lichte vrachtwagen. Die trapt op een rem. Dus we hebben een vrachtwagen. Zoiets. Vrachtwagen met een massa. M is 2000 kilogram. Deze opgave staat ook in WISWEB. Misschien dat de getallen dan iets anders zijn, een andere massa. Snelheid is 80 kilogram. En de rem kan een remkracht leveren van 8000 newton. En er wordt gevraagd naar de remweg S. In meters. Die willen we weten. Deze onbekend. We hebben een remkracht. Die kant op, F. Wrijvingskracht laten we buiten beschouwing. Daar wordt niks over gezegd. We hebben een zwaartekracht en een normaalkracht. Die heffen elkaar op. Want de vrachtwagen die zakt niet door de grond en die zweeft ook niet. Dus die zijn samen 0. Fn plus Fz zijn in tegengestelde richting. Stap 1. We schrijven alle gegevens die we hebben. Dat hebben we net gedaan. Massa, snel, massa. Ik heb hem in kilogram, dat klopt niet. Snelheid in kilogram. Dat is kilometer per uur. Kilogram hebben we, dat staat goed. De kracht in newton staat ook goed. We hebben snelheid in 80 kilometer per uur. Dat willen we graag in meters per seconde hebben. Als ik dat snel even omreken, dat is 80 delen door 3,6. 80 delen door 3,6. Dan kom ik uit op 22, we willen onze getallen graag in drie significante cijfers hebben. Bij het afronden tussendoor doen we twee significante cijfers. Dus dan komen we uit op 22,22 meter per seconde. Vervolgens bij stap 3 schrijven we de formule op. We hebben te maken met een balans, net als in de vorige opgave met massabalans. Kunnen we hier stellen dat de kinetische energie op punt 1 plus de arbeid die wordt verricht van punt 1 naar punt 2 staat gelijk aan de kinetische energie op punt 2. We gaan ze één voor één doorlopen. En kinetische energie op punt 1. De formule daarvoor staat in je formuleblad. Dat is een half mv 1 in het kwadraat. Die laten we staan, want die willen we uiteindelijk weten. Die weten we, de snelheid, die weten we. We willen de remweg weten. Op punt 1 hebben we een bepaalde snelheid. Die is gegeven, 22,22 meter per seconde. De arbeid die wordt geleverd, de formule staat ook in je formuleblad, dat is kracht maal afstand. En de kinetische energie op punt 2 is wederom een half maal m maal v 2 in het kwadraat. Op punt 2 komt hij tot stilstand, dus daar is de snelheid 0 en iets maal 0 is 0, dus de kinetische energie op punt 2 is ook 0. Als we deze formule vervolgens invullen, dan krijgen we de kinetische energie op punt 1, een half mv 1 in het kwadraat, plus de arbeid van 1 naar 2, die is kracht maal afstand. Die is gelijk aan kinetische energie op punt 2 en die is 0. Omschrijven levert op. S is een half mv1 in het kwadraat delen door de kracht. En hier komt een bepaald getal uit in meters. En die kan je zelf uitrekenen. Bij opgave 4 hebben we te maken met een MOF met een massa van 20 kilogram. Die ziet er als volgt uit. Uh,
De mof die rust op een gladde stang en aan de uiteinden van de mof en aan de uiteinden van de stangen zijn twee veren bevestigd. Elke veer heeft een ontspannen lengte van 1 meter. Die afstanden kunnen bij iedereen verschillend zijn. In Wiswap heb je andere getallen, maar de werkwijze die is hetzelfde. Elke veer heeft een ontspannen lengte van 1 meter. De mof wordt over een afstand S van een halve meter verplaatst. ...0,5 meter. En dan vanuit stilstand losgelaten. Bereken de snelheid van de mof als deze weer S is 0. Oké, we schrijven even alle gegevens op die we hebben. Dat is stap 1. Massa is 20 kilogram. S is 0,5 meter. Beide veerconstanten zijn gegeven. Dit is K1 en dit is K2. K1 is 50 newton per meter en K2 is 100 newton per meter. Om te laten zien hoe dit eruit ziet, even een schematische weergave. We willen weten de snelheid. Op punt 2. Die willen we weten. In meter per seconde. Om te illustreren hoe de situatie eruit ziet. Punt 1. Daar heeft het blokje een bepaalde verplaatsing gehad van een halve meter. En punt 2. Waar ze naar vragen is als hij weer door het midden gaat. Punt 0. Dan willen ze weten wat de snelheid op dit punt is. Punt 1 en punt 2. Oké, net als in de vorige situatie beginnen we met stap 1. Dat is opschrijven van alle gegevens. Die hebben we gelijk maken van alle eenheden. Dat is in dit geval niet nodig. Alles staat in kilogram, meters en secondes. Dus dat ziet er prima uit. Beginnen we aan de formule. De kinetische energie op punt 1 plus de arbeid die wordt geleverd van punt 1 naar punt 2... staat gelijk aan de kinetische energie op punt 2. Kinetische energie op punt 1 gaan we uitschrijven. De formule daarvoor is een half maal m maal v1 in het kwadraat. We weten dat v1, de snelheid op punt 1, dat is het moment waarop je het blokje nog vast hebt. Die is 0, de snelheid is 0. Dus iets maal 0 is 0. De kinetische energie op punt 1 is 0. De arbeid... van punt 1 naar punt 2. Ik zie trouwens links dat ik die er niet bij heb gezet. Punt 1 naar punt 2. We hebben hier te maken met een veer. Dus we moeten arbeid uit veerkracht berekenen. Nou, welke van die twee veren? We hebben te maken met twee veren. De een wordt ingedrukt, de andere wordt uitgezet. Hierin moeten we de totale arbeid weten die wordt geleverd van punt 1 naar punt 2. Wat betekent dat? We moeten de veer... arbeid uit veerkracht 1 en arbeid uit veer 2 moeten we bij elkaar optellen. En dat wordt een half maal K1 S kwadraat plus een half maal K2 S kwadraat. Het is niet nodig om ook de S, S1 en S2 te noemen, omdat de indrukking bij de 1 is de uitdrukking bij de ander. En tot slot de kinetische energie op punt 2. Die is ook weer een half MV2 in het kwadraat. Is de snelheid hier 0? Nee, want dit is het punt dat hij door het midden gaat. We laten hem los op punt 1, vervolgens schiet hij weg. Hij gaat langs het midden, voorbij het midden en dan weer terug. En dat doet hij een aantal keer, totdat hij tot stilstand komt in het midden. Maar de eerste keer dat hij door punt S is 0 gaat, is de snelheid absoluut geen 0. Die is een half maal m maal v2 in het kwadraat. En die gaan we zo berekenen. Als we hem invullen, dan krijgen we 0 plus een half k1 s kwadraat plus een half k2 s kwadraat is een half mv2 in het kwadraat.
V2 willen we weten. Omschrijven levert op een half K1S kwadraat plus een half K2S kwadraat gedeeld door een half maal M. Het is nog net te lezen. En hier de wortel uit. Die halve mag je wegstrepen. Boven en beneden is niet nodig. Maar hier hoeven we niet meer op te letten. Niet meer te kijken naar de eenheden. Die hebben we al gelijkgesteld aan het begin. Dus hier volgt een getal uit in meters per seconde.